Goeiedag. Vandaag hebben we te maken met Hollandse wolkenluchten. We zien dus wat blauwe lucht, af en toe wat van die wolkenvelden en wat van die vriendelijke stapelwolken. Nou, de kans op neerslag die is het grootst in het zuiden van het land. Want er trekt vandaag een storing over Frankrijk en België naar Duitsland. En daar kan het zuidoosten af en toe wat van meekrijgen. Hele grote hoeveelheden verwacht ik niet. In de rest van het land blijft het zo goed als droog. Met hoe verder je naar het noorden gaat, hoe meer de zon schijnt. Al kan in het uiterste noorden weer een enkele losse bui ontstaan. Misschien met een klapje onweer daarbij. Temperaturen zeker niet slecht, eigenlijk heel normaal voor de tijd van het jaar. 22 graden aan de kust en zo'n 25 graden langs de oostgrens. Bij een matige tot aan de kust soms vrij krachtige zuidwestenwind. De komende dagen is het toch wat onstabieler dan vandaag. Met op woensdag ruimte voor de zon, maar ook een aantal buien, misschien met onweer daarbij. En die meeste buien ontstaan toch wel in het binnenland, denk ik, met plaatselijk toch wel grote hoeveelheden. Maar of ze ook droog te gaan aanpakken, dat is nog even de vraag, want het zijn lokale buien. Temperaturen dan iets lager, 22 graden, dan krijgen we een vrij uh, zonnige en droge donderdag met 23 graden op de thermometer. Vrijdag wordt het zelfs nog wat warmer met in het binnenland 25 tot 27 graden. Dan beginnen we droog en vrij zonnig, maar de dag eindigt met een aantal pittige regen- en onweersbuien. Het weekend verloopt dan licht wisselvallig met zon, afgewisseld door stapelwolken en een enkele bui. Al met al heel gematigd zomerweer komende dagen, met dus op vrijdag de hoogste temperaturen. En in het weekend dan gaat de wind wel toenemen. Zaterdag landelijk een windkracht 5 en aan kust misschien wel een harde wind, windkracht 7.